We zijn hier op de Renta Happening. Dat is een jaarlijks evenement waar wij de leden en alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de leasingsector en de sector van de korte termijnverhuur samenbrengen om te netwerken, maar ook het delen van cijfers en ook een oproep doen naar bijvoorbeeld de media en naar de politiek om meer aandacht te hebben voor onze sector. De kernboodschap op deze Renta Happening is een ernstige boodschap. In de sector zit 5 voor 12. We hebben dringend nood aan de creatie van een leefbare tweedehandsmarkt voor eindecontract elektrische voertuigen. Als we daar niet toe komen, dan dreigen we te verzeilen met contracten van 10 jaar of meer en de helft van de wagenverkoop te zien in België. Dus dat is het voordeel van niemand, denk ik. We hebben meerdere projecten voor 2025, maar waarschijnlijk het meest zichtbare zal toch de update zijn van de zogenaamde Renta-norm. En dat is eigenlijk de norm waar iedereen zich op baseert om einde-contractschade te beoordelen. En die norm, die laatste norm, die is in 2015 gemaakt. En dus dat betekent dat er daar nog geen sprake was van elektrische auto's en batterijen. Er was ook nog geen sprake van data en apps en dergelijke meer. En dus wij moeten die update doen om bijvoorbeeld de state of health van de batterij in die norm op te nemen. En ook te zorgen dat bijvoorbeeld alle data uit de auto wordt verwijderd wanneer die wordt verkocht. Zeker bereid en meer dan bereid en geëquipeerd eigenlijk om advies te geven aan de nieuwe regeringen die gevormd zullen worden, hoop ik, de komende maanden. We hebben heel wat experten die klaarstaan met ideeën, met expertise, met voorstellen om daar werk van te maken. Het is eigenlijk ook een oproep aan die toekomstige regeringen om werk te maken daarvan, maar ook om beroep te doen op onze kennis en expertise. Al bij al is het een jaar waarin we stand gehouden hebben en we kijken met heel veel plezier uit naar de Brussels Motor Show die er staat aan te komen, toch een feest van de automobiel. Ja, we blijven enthousiast, we blijven energiek en met plezier kijken naar de toekomst.